staan hier even heel kort in jouw seinhuisje. Dit staat er geloof ik nog niet zo heel erg lang, hè? Nee, dat klopt. We hebben het eigenlijk dit weekend voor het eerst in gebruik. Nou, ik kan hier prachtig om me heen kijken wat er gebeurt. We hebben het even provisorisch ingericht. En nu kan ik echt zien wat de trein beweegt. Nou, ik zie in de verte, zie ik nu ook een trein rijden. Kan ik precies zien wat er gebeurt. En kan ik zodoende ook ingrijpen als het verkeerd gaat. En gelukkig hoeft dat niet te vaak, want de mensen weten waar ze aan toe zijn. We gaan even kijken op het perron hier beneden. Zullen we dat doen? Waar staan we voor? We staan hier voor stoomlocomotief 5260. Dit is in feite een broertje of een zusje van onze TE5933, ofwel de Rus. Beide zijn Duitse locomotief van oorsprong. En dit is, hij oogt iets anders dan onze Rus. Maar toen ze gebouwd werden, waren ze nagenoeg identiek. Waren het niet dan onze Rus, die is na de oorlog in Rusland achtergebleven. En deze locomotief is na de oorlog in Oost-Duitsland achtergebleven. Kolossaal apparaat. Ik zie er van die grote zijflappen aan. Waar zijn die voor? Nou, mensen denken eerst van ja, dat zijn een soort oren als het ware. Dat zijn ogen ook een soort oren. Die zijn ervoor om de rook die uit de schoorsteen komt, om die verder van de ketel af te leiden. Zodat de machinist wat meer vrij zicht heeft. Dus een soort, ja, gewoon puur voor het uitzicht dus voor de machinist. Mega grote wielen, Lars. Jongen, jongen, jongen. Ja, dat klopt. Dit zijn vijf gekoppelde wielen. Deze vormen dus de aandrijving van de locomotief. Hier rijdt hij dus in feite mee. En de machine heeft ongeveer 1600 pk, kan 80 km per uur en kan dus vele honderden tonnen versjouwen. Deze had dus ook brandschade, tezamen met onze Rus. En deze lok, ja, die krijgt een heel nieuw ingerichte cabine weer. En we hopen hem ergens in de loop van volgend jaar weer in gebruik te kunnen nemen. En dan zal onze Rus zal buiten gebruik even gaan voor wat onderhoud. De cabine staat dus hier naast de locomotief. Die wordt dus nu helemaal gerepareerd. En er zijn een aantal vrijwilligers heel druk mee bezig, waaronder dus Joop Ketelaar. Die is al vele jaren druk, ook voor de brand was hij al druk bezig met helpen met het reviseren van deze locomotief. En dat is hij nu ook weer volop mee bezig. Hoe lang denk je daar nog mee bezig te zijn, Joop? Nou, hij moet 2012 moet hij weer rijden. Schiet al op. Ja, dat wel. Wat gebeurde hier, Hein? We gaan hier dwarslichts vervangen. En ja, voordat we de dwarsliggers onder het spoor uit kunnen halen, moeten we eerst de spoorstaven loshalen. En daar zijn we nou mee bezig. De lastplaten worden losgehaald. Daarmee zitten de spoorstaven aan elkaar vast. En op die manier kunnen we straks de spoorstaaf loshalen. Zijn die dwarsliggers kapot of zo? Nou, die dwarsliggers liggen er al jaren in. En zoals bekend is van hout, dat gaat op een gegeven moment rotten. En er zitten heel veel rotte dwarsliggers tussen. Het betreft nou een demonstratie, maar als je werkelijk aan de slag moet, dan heb je nog wat te doen dus. Ja, onderhoud van een spoor is een zeer intensief werk en dat brengt ook heel veel kosten met zich mee. Bij het hoofdspoor wordt er al lang niet meer zo met de hand gedaan, enkele dwarsliggen wel. Maar ja, hier als hobby zullen we toch met de hand zoveel mogelijk moeten doen. Nou, ze zijn hier dus de bouten aan het losdraaien en de bouten waarmee het spoor vast zit. Want de railstaven worden hier losgehaald. Nou, deze machine die helpt daarbij. Is jullie eigen machine? Onze eigen machine, ja. Kijk, we komen hier, de trein die hier passeert is locomotor 204. Onze oudste locomotief die we vandaag gebruiken. Bouwjaar 1934. Een oude NS rangeer, diesel locomotief. En het is een waar museumstuk. We hebben hem echt in de toestand van vroeger weer teruggebracht. Groene kleur, ouderwetse lampen, ouderwetse nummerplaten erop. Dus hij rijdt hier met een ouderwets goederentreintje op het emplacement heen en weer. Oké, Lars, je hebt ons de bouwbeurs gebracht, zeg ik dat goed? Of is het de modelbouwbeurs? Modelspoorbeurs is eigenlijk het juiste woord. En we bevinden ons hier in de rijtuigloods, waar normaal onze rijtuigen 's nachts gestald worden. En ja, vannacht dus even niet, want hier diverse verenigingen en modelspoorhandelaren hebben hier hun zaken uitgestald en laten zien waar zij mee bezig zijn. Nou zijn dit de 14e startdagen. Betekent dat ook dat jullie hier voor de 14e keer zitten? Nee, we staan hier voor de 4e keer dit jaar. De rijtuigenlood staat er nog niet zo heel lang. En op een gegeven moment toen heeft de start een tijd lang geen modelbeurzen gehad. Want vroeger werden ze altijd gehouden in de lokloods. Maar sinds dit prachtige gebouw er staat, ben ik benaderd door de star. Vroeger zat ik bij de modelrailgroep in Veendam. En daar heb ik altijd de beurzen georganiseerd. En nu doe ik het voor de star. Nou, we gaan even rondlopen. Ik kan je nu al zeggen, er ontbreekt één persoon.
Oh ja? Erik de Zwart. Erik de Zwart, ja, dat klopt. Die zouden we wel graag een keer willen hebben, maar die heeft zo'n drukke agenda. Dat krijg je eigenlijk niet voor elkaar om die hier heen te trekken. Volgend jaar. Volgend jaar, nou, we kunnen ons best doen. Ja, even kijken. Ja, oké, prima. Succes. Jullie zijn van de dwarsliggers. Ja, hoe kun je het bedenken eigenlijk? De dwarsliggers, je moet een naam bedenken voor een club. Moduleclub, modelbouwbaan en al dat meer. Ja, en dan bedenk je wat. Dwarsliggers heb je nodig, anders kun je niet rijden. En dwarsliggers, ja, zijn wielsen eigenlijk die onder de rails liggen. Ja, en dan proberen we daar maar een mooie baan van te maken namens de dwarsliggers. En als het niet lukt, ja, kunnen we altijd nog zeggen, ja, wij zijn een echte dwarsligger. Dit is allemaal zelf gemaakt door jullie? Eigen gemaakt. We zijn met een clubje van 6 mensen, enthousiaste mensen. En hebben gezegd van, nou, wat gaan we doen? Gaan we een Nederlandse baan maken? Gaan we een Duitse baan maken? Nou, we rijden heel veel Duits. Dus allemaal analoog, misschien in een onbekend terrein. Maar analoog, dat is gewoon met een simpele schakelaartje rijden. Dus niks digitaal, geen computertijdperk. Lekker hobby, lekker spelen. Kinderen kunnen eventueel hier ook heel simpel achter gaan spelen. Dus geen probleem. Ik sta hier bij een Meccano-opstelling. Dat is heel lang geleden, hè? Ja, Meccano bestaat nu meer dan 100 jaar. En wij staan hier met z'n vieren. Henk Sloos, Henk Iersma, Roon en ik, Dirk Mulder. En hebben we samen deze stand gebouwd. Ik hoop dat de jeugd het nog begrijpt een beetje, hè, Meccano? Nou, er is niet zoveel jeugd meer. Er is nog wel jeugd mee bezig. Als je bij opa en oma komt, haal opa zijn Meccano-doos tevoorschijn, dan gebruiken ze het ook wel. Jos Schoos, u bent een specialist in dienst van de Star. Wat doet u eigenlijk allemaal precies hier? Meestal draaiwerk doe ik hier. En dat is onderdelen maken voor de stoomloks, voor de dieselloks, voor de rijtuigen. En wij hebben niks op voorraad. Wij kunnen niks kopen. Wij moeten het allemaal zelf maken. Jos, we staan hier bij draaiwerk. Er staat op niet aanraken SVP, dus dat moet dan wel heel bijzonder zijn. Dat is ook heel bijzonder, want dit is vaak het draaiwerk wat gebeurd is. En dat wij werken met honderdste millimeters nauwkeurig. Dus als zo'n onderdeel op de grond valt, dan is hij stuk. Wij vragen aan de mensen en wij laten zien wat wij hier maken. Maar kom er alsjeblieft niet aan, anders kan ik weer opnieuw beginnen. Nou staan we hier bij een freesmachine. Daar zie ik een briefje op staan, vacatures, draaiers, frezers gevraagd. En ik neem aan, het is zo specialistisch, jullie zitten ook te springen om kundige mensen. Wij zitten inderdaad te springen om kundige mensen. Mensen die niet bang zijn voor vuile handen. Die niet bang zijn om het overal aan te doen. Maar die gewoon lekker bezig willen zijn, vaklui. En die zijn er niet zoveel. Het is het belangrijkste dat je weet hoe een machine werkt. Dat je weet waar je mee bezig bent. Want ook veiligheid is ook hier bij de Star heel belangrijk. Bij de Star is het ook heel fijn als je dan ook nog een kleine link hebt naar treinen, naar stoomloks, naar dieselloks, naar rijtuigen. Maar dat is niet echt noodzakelijk. Het is gewoon belangrijk dat je het fijn vindt om hier te zijn. Wij hebben hier een geweldige, fijne ploeg van mensen. We zijn eigenlijk allemaal vrienden van elkaar. En wij staan voor elkaar in en er hangt gewoon een hele fijne werksfeer hier. Bij deze doen we dan samen een oproep. Willen jullie je aanmelden als draaier, frezer, machinebankwerker? Je bent van harte welkom bij de Museumspoorlijn Star. Kijk op onze internetsite www.stadskanaalrail.nl. Bel of neem even contact met mij op. Oké, nou, we zijn rondgelopen, Lars. We hebben van alles gezien tijdens deze open dag van de Star. Open dagen moet ik zeggen, want zondag zijn jullie er ook nog. Ten slotte, jij staat hier naast een bestuurslid. Ja, dat is Pieter Fluiten, bestuurslid van de Star. Ook al vele jaren actief ook voor de Star al.
Hallo Pieter. Hallo, goedemorgen. Welkom bij ons. Wat is uw functie precies binnen de STAR? Ik ben bestuurslid Veiligheid en Milieu. Dus, en aangezien wij de veiligheid heel hoog in het vaandel hebben, is dat een heel belangrijk item voor ons om het goed en veilig te laten verlopen allemaal hier. Nou is dit natuurlijk heel erg leuk zondag, maar eigenlijk wilde ik nog eventjes de toekomst induiken met de STAR. Wat is jullie visie de komende 5 jaar? Want zoals u weet, er rijdt inmiddels een trein, een echte trein tussen Veendam en Groningen. Gaat dat ook nog in de toekomst, denk u, gebeuren over dit treinvak? Er zijn heel veel onderzoeken, vinden er plaats op dit moment. Medio oktober wordt de uitslag bekend van al die onderzoekingen. En dan is ook bekend of dat allemaal doorgaat. En dat inderdaad tussen Veendam en Stadskanaal een trein gaat rijden. Een Arriva-trein? Dat zal een Arriva-trein gaan rijden. Maar het is wel zo dat natuurlijk het spoor van ons is. Dus hoe we dat met Arriva moeten doen en met ProRail. Dat is dan het volgende punt van overleg. Ja, ProRail heeft dus niks eigenlijk hierover te zeggen? Helemaal niets. Jullie staan er wel positief tegenover? Ja, we staan er positief mits, zo zou je het noemen. Tegenover, het kan natuurlijk niet zo zijn van dat mensen zeggen van nou, jij weg en wij nemen het al even over. Zo werkt dat niet. We willen wel samenwerken met elkaar. Dus en te kijken of we daar samen uitkomen. Dan hebben we dus speciaal over de baanvak Stadskanaal Veendam. En dan nog een paar jaar later verder ook nog richting Emmen. Dat is misschien het zou een heel mooi idee zijn, maar ja, dat zien we dan tegen die tijd wel. Het zou het mooiste idee zijn, hè? Het zou het mooiste idee, voor mij persoonlijk, maar dat is mijn privé mening, is dat dan heb je dan ook een, als je naar Emmen kan, dan kan je ook van Zwolle, dus van de Randstad via Zwolle hierheen als een alternatief. Nu moeten heel veel treinen naar Assen, via Assen en Groningen, als er wat gebeurt, dus het hele noorden zit verstopt. Ja, dit is de snelste klap en dan zet je Zuid-Groningen helemaal op de kaart natuurlijk. Precies, en dat is denk ik voor deze omgeving heel hard nodig en dat zou heel welkom kunnen zijn.